Previously. De vorige keer in The Sims. Hallootjes en welkom terug in het leven van Vee. Leuk dat jullie er weer zijn en weer kijken. Vandaag wordt een drukke dag. Ik heb namelijk een plan voor deze familie. En dat is zo snel mogelijk verhuizen. Dus, we gaan vandaag zoveel mogelijk geld verzamelen, uit alle hoeken en gaten trekken, verdienen, wat maar kan, om te zorgen dat we in onze nieuwe woning kunnen gaan wonen. En wil je vast een preview van die woning? Druk dan vooral op het kaartje rechts bovenin deze video om naar de speedbuild van onze nieuwe woning te gaan. Oké, we gaan geld verdienen vandaag en dat betekent we eerst even in onze needs voorzien. Hè? Kijk, Dennis heeft een beetje honger, dus we doen hem een hapje eten geven. En we verdienen geen reet met onze baan, dus we gaan niet werken vandaag, want we gaan geld verdienen. Ja, heel logisch, dat weet ik. Ja, hallo, ik heb een dagje vrij nodig, want ik verdien te weinig. En oh, we hebben een koper over geld verdienen gesproken. Dat is fijn. Laten we deze shizzles zo snel mogelijk op de post doen. Dan zijn we daar weer vanaf en dan hebben we weer een paar centen. We gaan ook even zoveel mogelijk voeren aan onze magische vuilnisbak. Doe maar lekker happies. Oh, vuilnis. Ja, vuilnisplans. Daar kan ik dus niet zoveel mee. Dat is dan wel jammer. Moeten we maar weggooien deze. Ook een vuilnisplant. Volgens mij zat hij er iets te lang in. Ik weet niet eens hoe ik hier aan kom. Maar oké, whatever. Jom, jom. Lekker. Kom maar. Geef me maar centjes. Jij. En waarom? Oh. De vuilnisbak deed er te lang over. Dus dan ga ik helemaal naar beneden lopen. Oh, hey. Goedemorgen, Dennix. Je bent een vroege vogel. Nou, wat leuk, schat. Ga maar even iets voor jezelf doen. Mama is niet zo'n vroege vogel. Al is mama AVP natuurlijk al wel op om de eerste centen te verdienen. En het is oogstfeest. Fantastisch. Wat een timing. Ik hoop dat we onze doelen kunnen halen en een beetje een aardige... Oh, en hij is jarig? Oké, we hebben een drukke dag voor de boeg. Het is meer dan alleen centjes verdienen. Luister zoon, het wordt een drukke dag vandaag. Het maakt me niet uit dat je jarig bent, maar we gaan op stap en allerlei dingen doen. Je bent toch nog maar een peuter, dus kom. We gaan eerst even deze kabouters behagen. Hi kabouter, wil je deze hebben? Wil je dat, ja? Oh, wat fijn. Gelukkig, hij wil het. En jij krijgt van mij ook een cadeautje. Ja, iedereen is blij. Iedereen is blij. Mooi, kom maar door met die zakjes met zaadjes. Als je de kabouters blij maakt, krijg je zakjes met seizoensfruit en groenten. En nou is Vee natuurlijk wel een beetje een tuiner met de kruiden en zo en de groentjes in haar keukentje. Ik ga deze allemaal verkopen. Hey, had ik jou niet verkocht? Of ben jij gewoon ook verkocht? Dit kan ik nog wegzetten. Ik ga gewoon de inventarissen af. Dit kan ik waarschijnlijk nog verkopen aan mijn vuilnisbak. Oh, toch weer 20 simoleons. Hè? Huppakee, nog een keer 14 voor een foto van mezelf. Ja. Eens even zien. Laten we de bedankkaartjes nog even sturen om de dankbaarheidsding op oogstfeest een beetje af te ronden. Want zoals ik al zei, het moet meer zijn dan alleen centjes. We moeten ook een beetje een leuke feestdag hebben. Want het komt ons later natuurlijk ook weer te goede. Happy Sims krijgen natuurlijk meer beloning met die punten. Met de beloningspunten. Daar kunnen we altijd wel weer wat mee. Maar nu gaan we even op stap. Want we gaan centjes verdienen en dat betekent dat we eventjes weg moeten van huis. En zoveel mogelijk collectibles moeten gaan vinden als we maar kunnen. En ik gok op dat we hier zo in
de boerderijwereld. Waarvan ik weet die packs allemaal niet, jongens. Moet je me maar gewoon niet kwalijk nemen, want ik vergeet dat gewoon. Het maakt niet uit. Hero in de boerderijwereld. Hemfield, Old Bailey, Daily Flay. Ik heb geen idee, joh. Maar ik hoop dat we hier genoeg collectibles gaan vinden om te verkopen, om lekker centen mee te verdienen. Maar eerst, kijk, onze Dennix is zo schattig in zijn pakkie. Ik heb helemaal geen achtergrond van jou. Hoe ben jij zo schattig? Even foto's maken. Oogstfeest, yay, en jarig. Klik. Enig. Enig de penig. Nog eentje. Oeh, he's a model. Goed. Op zoek naar collectibles. Yo, ga lekker in het water spelen. Dat is zo verantwoord. Doe dat gewoon, joh. Lekker, jongen. Hè? Ga maar lekker in het water spetteren. En dan maakt mama er wel een mooie foto van. Oh, het is jammer dat hij dan weer precies naar beneden kijkt. Maar, oh, dit is net... Hey, waar zijn mijn voetjes nou? Ja, hij is zo schattig. Zo. Goed, collectibles. Waar waren we? Oké, kom maar op met die plantjes. En de stenen en kikkers en... dat is een vogel. Ga je even vriendjes maken, Vee? Dan ga ik eventjes verder zoeken. Oké, ik begin te beseffen. Of ik moet er enorm overheen kijken. Of hier is gewoon geen moer te vinden. In ieder geval niet in dit seizoen. Oh, ja, dat zijn allemaal bomen. Ja, nee, daar zie je helemaal geen... Hey, Vee, luister. Het is een lang verhaal, maar mijn familie zit een beetje in de penarie en we hebben plek nodig waar we kunnen blijven. Jij hebt extra slaapplaatsen, toch? Bedankt. En nou dacht het niet, vriendin. Vriend, sorry. Maar nee, ik heb geen slaapplaatsen en ik heb geen geld en ik heb geen collectibles. En ik heb hier ook geen... geduld meer voor. Dus ik denk dat het een goed idee is als we de volgende locatie gaan proberen te vinden. Kom Dennix, op stap. Ik weet serieus niet waarom juist ik dit geluk nu heb. Ik wil gewoon centen verdienen en verhuizen zodat mijn ex, die mijn buurman is, mijn kind niet meer ongemakkelijk kan maken en mij niet meer kan komen stalken. Het is niet zoveel gevraagd. Ik heb alleen centen nodig. Dennix, luister. Mama gaat het hele eiland afzoeken. Hè? Gaan we leuke dingetjes vinden om te verkopen. Ga jij even hier zitten? Nu we hier toch zijn, gaan we even wat mooie foto's... Oh, Leo Lama staat ervoor. Wat mooie foto's maken. Gewoon om in ons volgende huis op te hangen als decoratie. Volgende poging. Leo Lama is weg. Wij gaan lekker zitten. Kan ik niet uitzoomen? Nou, hij lacht wel lief, maar dat is even iets verder naar achter graven. Oké, niet nu. Vriendin, je moet even een foto maken en daarna ga je weer graven. Waar ga je nou heen? Sorry, Dennix. Je moet nog even blijven zitten. Mama moet even nadenken over de beste plek waar ik die foto van jou kan nemen. Die ik dan boven mijn bed kan hangen in ons nieuwe huis. Of een andere mooie plek. Ja, je hebt geen idee waar ik het over heb. Je bent nog een peuter. Waar ben je? Waar ben je? Daar ben je. Oh, er staat er weer een rando op de achtergrond. Echt. Soms wou ik dat ik kon photoshoppen. Dat had ik me zo afgeknipt. Maar daar ben ik helaas niet zo goed in. Nou, graven maar, schat. Ga je gang. Ga die collectibles maar zoeken. Bro, hooray, nou, mama gaat eventjes het eiland af. Jij blijft hier helemaal alleen waar je niemand kent. Ja, ga maar eventjes rondneuzen in dit museum waar je alles stuk kan maken. Dat is een goed idee. Dag Dennix, mama gaat er vandoor. Doei, ga maar overal mee spelen. Oké, nou, Vee de hoort op. Vee gaat... alle collectibles vinden die ze kan vinden. En Dennix gaat slapen, zo te zien. Nya, nya, nya. Nya, nya, nya. Mama heeft allemaal dingen gevonden.
Ik moet zeggen, het was niet de grootste buit van allemaal. En ik bedenk me nu dat misschien hadden we beter naar Sulani kunnen gaan en daar schelpen kunnen gaan zoeken. Maar hey, dat is nu te laat. Dit is het plan geweest. Dit is wat we hebben gedaan. En ik heb wel wat dingetjes gevonden. Dus ik kan weer even door. En even kijken wat de buit is wat betreft de zaadpakketjes. Oeh, zaadpakketjes. Klinkt dat te suggestief? Weet je, daar gaan we het gewoon niet over hebben. Onze seizoenspakketjes. Ja. Weet je waar ook een goede manier van geld verdienen is? Ik bedacht me dus dat ik zoveel heb geïnvesteerd in deze woning dat ik er niks van terug heb gezien, omdat het een huurwoning is. En toen dacht ik, ja, maar wat nou als ik het gewoon ontdoe van al die dingen die ik erin heb gedaan? He? En als ik nou alle extraatjes en mooie wandbekleding en zo, als ik dat nou gewoon weer verkoop en ik maak het gewoon super basic hier zo, misschien kan ik dan wat geld terugverdienen. Ik vind mezelf super slim. Ik bedoel, ik heb het niet zo gekregen, dus ik kan het ook gewoon weer terugveranderen. In realiteit, als je een huis huurt, moet je soms wijzigingen die je hebt aangebracht terugveranderen voordat je vertrekt. Nou ja, Vee ook. Hoppakee. Weg met die mooie vloer. Weg met de mooie keuken. We doen gewoon deze Agnebbes keuken erin. Die geen reet kost. Hoppakee. Geld. We downgraden gewoon dit hele appartement. En dan hebben we weer wat centen terug. Ik vind het geniaal. Zo. Slecht gasfornuis erin. Waar we onze vingers weer afvikken. Helemaal toppie. Wat kunnen we nog meer? Dit gaan we bewaren. Dit gaan we nog ook nog. Hebben we ook nog even nodig. En het slaapkamertje gaat weg. Zo. Beter. Het was natuurlijk één grote kamer toen we hier kwamen wonen. En nu delen we hem gewoon voor de laatste tijd eventjes met onze Dennix. Nou, weet je. We wassen Dennix gewoon wel eventjes bij de kraan. Dat is goed genoeg. Ik denk niet dat we voor die paar dagen nog een bad gaan neerzetten. Kijk eens eventjes. We verdienen echt doekoes terug, jongen. Doekoes. Helemaal goed. Er zijn een aantal dingen die we even willen bewaren, omdat we die in het volgende huis ook nog nodig hebben. Zo. Oké. We hebben ondertussen nog meer geld te verdienen, doordat we nog wat dingen... Oh, Dennix is uitgeboogied. Ik wou dat Dennix ook iets met die... Oh nee. Hey buur, ik verveel me. Zullen we samen chillen? We kunnen kletsen of iets anders leuks doen. Nee, Brent, ga weg. Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Ga toch eens weg. Laat me met rust. Oké, weet je, het is Dennix vader. Laten we hem gewoon binnen vragen. Maar wel vanuit Dennix. Om even te chillen. Omdat het oogstfeest is. En Dennix is er nou eenmaal gewoon zijn zoon. Vooruit dan maar. Papa, kom. We gaan iets doen. Ga met je... Papa? Papa, ga je nou toe? Papa? Die audacity. Hij liet mijn zoon gewoon... Oké, het is maar goed dat we bijna weg zijn. Want Brent is echt een totale... wat ga jij nou doen, Vee? Oh, ik dacht even dat je bij Brent op visite ging. Het moet niet gekker worden. Je gaat natuurlijk even wat geld verdienen en dingetjes verkopen voor dit gezin. Ja, want jij bent een goede mama. Tenminste, je doet je best. Hè? Niemand is perfect. Etenstijd, liefje. Ons grote feestmaal met z'n tweetjes. Gewoon just you and me. Alleen wij tweetjes. Eten tofu kipfilet. Alleen wij tweetjes. Voor het oogstfeest. Yeah! Oh my god, weer een banger. Dankjewel. Hey, we gaan eventjes nog wat verkopen uit de inventaris. En dan de centjes verdienen die we kunnen verdienen om ZSM hem te peren. Weg van deze plek. Hey, fijn. Oké. Nou, de feestdagen zien er best wel goed uit. Als we straks deze maaltijd op hebben. Tjing, daar gingen we al. Dan is er weer een traditie voltooid. En Dennix gaat naar bed. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want hij stinkt en moet gewassen worden. Dus we gaan Dennix eventjes oppoetsen. Ook al hebben we geen bad meer.
Komt er niks? Wakker worden, vriendenpiet. Het is tijd om gewassen te worden in de wasbak. Wat een avontuur, ik weet het. Zo, eventjes opflissen. En mama gaat even de vuilnisbak voeren. Zo. Die gaan allemaal in de inventaris. Strikt? Eigenlijk hou ik niet zo van lezen, maar vooruit voor de mobiele kijkers die dit dus niet kunnen lezen. Wat Vee en Deddings betreft, lijkt er een gevoel van orde te gelden. De jonge Sim heeft een diep respect voor het oudere familielid en komt vaak tegemoet aan diens hoge verwachtingen. Voor familieleden met een strikte familiedynamiek zal de oudere Sim de jongere Sim vaker vragen om dingen schoon te maken en zo. En zal de jongere Sim over het algemeen vermijden om in opstand te komen. Hoewel beide daardoor misschien meer gestrest raken. Oh nee, heel fijn. Zou jij zeggen dat Vee en Dennix een strikte familiedynamiek hebben? Oh, geweldig. Eigenlijk wil ik dat Vee en Dennix het leuk hebben samen. En niet dat Dennix gestrest wordt omdat hij Vee niet wil teleurstellen. Maar misschien is dit voor het verhaal wel heel erg leuk. Dus ik denk dat we ja zeggen. Of niet, of wel, of niet, of wel. Wel, ja, dat gaan we doen. Luister, zoon. Als je stinkt, moet je je wassen. Ik ben strinkt. En als je poept, moet je verschoond worden. Zo werkt het leven. Ik ben zo strikt, jongen. En nu ga je lekker slapen. Mama is ook moe. Dus wakker blijven, mama. Jij gaat slapen. Hier is een verhaaltje over een dinosauruszeehond. Ik kan het niet goed zien. Maakt niet uit. Lekker slapen. Oké, jongens. Dat was de dag. Het was een hele drukke dag. En Dennix was volgens mij jarig. En dat is gelukkig niet helemaal afgerond. Want we zijn vergeten een verjaardagsfeestje te geven. Ups. Maar dat doen we dan gewoon de volgende aflevering. En voor deze aflevering stoppen we gewoon hier en nu. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Het Leven van Vee. Dit was alweer dag 20. En we hebben al heel veel bereikt in de afgelopen 20 dagen. En de aankomende 20 dagen worden nog geweldiger. Ja, heel erg nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet een like achter te laten en een lieve comment, want lief doen is helemaal gratis. Dus laat die lieve comment achter of maak iemand blij vandaag. Vergeet niet te liken en te subscriben en bekijk vooral ook meer video's hieronder in de suggesties. Doei! And he just noped out.